Hallo iedereen en welkom bij Vlogmas dag 18. Ik heb zo net iets op Instagram gepost. Iedereen is zo lief. I'm so happy. Dit is wat ik heb gepost. Als jullie het nog niet gezien hebben, go check it out. Surprise, surprise. Ja, ik ben gewoon heel blij. Ik ben echt gelukkig. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, iedereen is zo lief, echt waar. Jullie zijn echt de beste. Oké. Ik ben niet thuis, zoals jullie wellicht kunnen zien. Ik ga nu naar huis vertrekken wel. Want om 2 uur moet ik naar de nagels. Want het is wel nog maar 12 uur. Maar Celine komt mij halen om 1:15. Het is tijd om deze bij te werken. Ze zijn goed uitgegroeid. En ze zijn echt iets te lang momenteel. Ik stoot overal ermee tegen en zo. En ik denk dat ik deze keer voor rood of zo ga gaan. Omdat het zo wat kerstig is. En binnen... Wat zijn we vandaag? De 17e. Oh, het is kerst. Is binnen... 7 dagen. Binnen een week. Kan dat? Is dat op dinsdagavond? Ja, ik denk het. Eens kijken. Oh ja, kerstavond is op dinsdagavond. Woehoe! Kijk er naar uit, kerstmis. Het gaat heel gezellig worden. Kijk er echt naar uit. Ik ga mijn spullen pakken. Dan ga ik naar huis rijden. Jullie vragen op Instagram ook al allemaal een DM. Of Niels ook in de vlogs en zo gaat komen. En ik denk dat wel, maar gewoon nog niet meteen. We kijken wel, moet gewoon ook organisch en natuurlijk komen. En dan zullen we wel zien. Dat zal er sowieso, denk ik, in de toekomst wel in zitten. Want dat is natuurlijk mijn leven. En als hij een deel van mijn leven uitmaakt, ja, dan zal hij waarschijnlijk ook wel eens in de vlogs komen. Maar we zullen zien. Ik ga niet zeggen van, ah ja, die komt morgen in de vlogs of zo. Nee, we zullen zien. Ik weet niet wanneer. Dus eventjes geduld, we nemen ook gewoon vooral tijd voor ons twee en dan zullen we wel zien. Het is zoal veel, denk ik, om ineens zo in dat wereldje te komen. Allee, hij gaat er heel goed mee om natuurlijk, maar ik denk dat dat sowieso niet heel gemakkelijk is altijd. Omdat, ja, je kiest daar zelf natuurlijk niet voor. Ik heb daarvoor gekozen. Dus ja... We zullen zien. Alles op zijn tijd. Rustig aan. Ik hoop echt dat dit voor de toekomst is. Het voelt heel goed. Ik voel me heel goed. Dus we zullen zien. Fingers crossed. Maar zoals het nu gaat, is het echt super. Ik ben echt heel gelukkig. Oké. Ik ga vertrekken naar huis en dan zie ik jullie daar. Oké, ik ben terug thuis. En dit is zo'n domper op de feestvreugde van mijn aankondiging op Instagram. Maar ik ben bij Niels van de trap gevallen. En nu doet mijn voet echt zoveel pijn. Oh, er is niet echt veel te zien. Hij is dik hier vooral, heel dik. En dit is dik. Maar voor de rest is er niet echt iets te zien. Je ziet ook niet blauw of zo. Ja, in vergelijking met mijn andere voet is hem wel echt dikker. Maar hij doet vooral heel veel pijn. Oh, stom. Ik wou wel dat ik dat had gefilmd. Was echt grappig. Ik ben echt... Wacht, ik ga proberen zien dat ik niet nog eens val. Zo van de trap gegaan. Dus die voet heeft eigenlijk alles opgevangen. En ik snap niet hoe dat komt dat ik zo ben gevallen, maar oké. Dat is mijn eigen schuld, want ik was op mijn zakken. En dat had ik niet mogen doen. Maar om 2 uur moet ik naar de nagels. Ik ga hem ook geen moeite doen om mij om te kleden. Want dan moet ik weer naar de dressing wandelen. En het doet echt pijn. Dus ik ga niet wandelen. Ik ga proberen ijs te leggen. Zo. Ja. Maar ja, om 2 uur moet ik naar de nagels. En ik heb net naar de dokter gebeld. En om 3:30 kan ik naar de dokter gaan. Dus dat is goed. Nu ga ik snel nog eten. Ik heb nog koolrollade van mijn papa. Ik had ook nog sushi. Maar door van de trap te vallen heb ik die laten staan.
Dus bummer. Nou, oké. Ik ga eten. En dan gaan we zien wat er aan de hand is. Oh, dat is zo stom. Ik was zo blij. En nu is het zo ineens. Het universum dacht, niet te blij zijn hier. Val maar eens van de trap. Maar het was mijn eigen schuld. Hè. Met mijn sokken. Ik had schoenen moeten aandoen. Maar ja. Ja, Milks. Jij wilt ook eten, hè. Maar je krijgt niks. It's all mine. Oké, ik ben ondertussen terug thuis. Dit zijn mijn nagels. Ik was mijn camera vergeten, sorry. Mijn nagels zijn super mooi kerstrood. Woehoe. Super blij mee. En dit is mijn voet situatie. Nu ziet hem wel echt dik. Nou, ik weet niet als je het goed ziet, maar hij ziet in vergelijking met mijn andere voet echt super dik. Ik ben net naar de dokter geweest en er is niks gebroken gelukkig. Gelukkig ben ik heel blij om, maar er is wel een scheurtje in de spier of zoiets. Dus, maar ja, gewoon rusten, ijs leggen, voltarigel smeren en dan komt dat allemaal goed. En nu ging ik chocolaatjes eten. Ik wou eigenlijk heel mijn appartement opruimen, want het is hier zo smerig, er is zoveel afwas. Mijn dressing is zo vuil, de tafel hier ligt vol, dus dat wou ik doen. Maar dat is moeilijk met een pijnlijke voet. Dus ik hoop dat dat morgen wat beter gaat, dat ik dat morgen kan doen. En dan ga ik nu maar gewoon monteren, tv kijken en chocolade eten. That's my plan. Ik ga... Ik weet niet wat ik al allemaal heb opengedaan. Maar best wel wel veel. Ik ga de rest nu open doen. Kijk, ik heb nog één chocoladje hier. Ik mag 15 open doen. Want vandaag zijn we 18, hè. Oeh. Met een noot. Dat is altijd goed, hè. Nee, Milky. Dat is niet voor u, hè. Dan 16. Oké. Okay. Oh, ik hoop niet dat dat zo met rode vruchten is. Want dat heb ik niet graag. 17. Ik had te denken dat het voor hem is. Het is niet voor jullie, hoor. Nee. En 18. Oeh, oeh. Oh, deze ziet er echt lekker uit. Oeh, die ga ik als laatste eten. Yummy, dit zijn ze. Maar ik heb er ook al best wel wat teruggestopt, zoals die. Dat vond ik niet zo heel lekker. Allee, nee, niet best wel. Ah ja, hier nog één. Ik denk 2 dat ik er heb teruggestopt. Ah, 3. Omdat er marsepein in zat en dat had ik niet zo heel graag. Wat jij de chocolaatjes? Milks. Milky. Wat ga je het? Zielig manneke, die Milks. Oké, ik ga beginnen met deze. Die ziet mij er het minst lekker uit. Yep. Smaakt framboos in. Pudding is back. Dat heb ik niet graag. Marsepein of framboos heb ik niet graag in chocolade. Ik ben sowieso al niet een hele grote chocoladefan. Oké, dan die met de noot. Dat is zo zuur, die framboos. Milky. Marsepein. Oh. Waarom zoveel marsepein dit jaar? Wat ga je het hebben? Nee, dat is chocola. Katjes mooi in chocola. Nee, hè? Oké, ik vind hem niet zo lekker, maar ik eet hem wel op. Oké, next is deze. Ziet er wel heel goed uit. Ja, met witte chocola van binnen. Of zoiets. Ja, dat is lekker. En de laatste. Die gaat het lekkerste zijn, denk ik. Mmm. Met pindanootjes en chocola. Yummy. Altijd als ik in bad ga, komt Milky hier liggen of zitten of staan. En Milks. Ik kan me niet missen als ik in bad zit. Gelukkig ben je zo cute, hè. Gelukkig. Ik zit dus in bad, hè. Hey. Ik heb net toch nog
afgewassen, gestofzuigd, opgeruimd. En ik denk niet echt dat dat een heel goed idee was, want nu doet mijn voet echt 2 keer zoveel pijn. Maar het moest echt gebeuren, hè. Dus sorry voet. Spijt me. Ik ga even gewoon een bad iets kijken op mijn laptop. Het is nog maar 6:30 trouwens. Dan denk ik dat Niels komt. Dus dit is de plan. En dan is het toch een beetje opgeruimd. Ik moet ook mijn haren wassen, want amai, die zijn vettig. Oké, zo ziet je het verschil echt goed. Deze is echt zo dik. En deze enkel is echt zo helemaal niet dik. Yep, cute. Het is de volgende dag. Ik ben gisteren de vlog vergeten af te sluiten, dus ik ga dat nu doen. Mijn voet is trouwens wel al wat beter. Het is nog altijd dik en ik heb nog altijd pijn, maar ik smeer voltaregel, neem ontstekingsremmers en ik leg er ijs op als ik er geen voltare op heb, want dat mag blijkbaar niet samen. Zoals je ziet is het hier wel nog altijd dikker dan mijn gewone voet en ook hier op dan hier. Maar ja. En ook hier aan mijn been zie ik blauw. En hier vanachter zie ik ook ergens nog blauw. Maar oké, dat gaat wel weer genezen natuurlijk. Hij heeft gewoon even tijd nodig. Als jullie deze vlog leuk vonden, doe dan zeker thumbs up. Sorry als er niet zo heel veel gebeurde. Maar mijn plannen vielen een beetje in het water aangezien ik van de trap was gevallen. Ga zeker mijn Instagram checken voor het leuke nieuws. En dan zie ik jullie snel in de volgende vlogmas.